Hey mensen, Mark hier. En fijn dat jullie weer kijken. En vooral voor gezorgd hebben dat er weer een video is. Dat is echt... Nou, ik zie jullie. Ik dacht, ik zeg voor de gein 500 likes voor 9 uur. Dan heeft die video 3 uur. Haalt het ook nog. Echt gestoord. Uh, hartstikke tof. Dat dat soort dingen mogelijk zijn. Uh, ik zeg, deze video. De 500 likes gaan halen. Voor middernacht. Zou dat hartstikke mooi zijn. Ik zeg niet dat we morgen weer een video hebben. Want om persoonlijke redenen kan ik de komende 2 dagen... Lukt dat qua tijd en andere redenen niet echt? Ik zal zorgen dat ik vrijdagavond wel live ben met Team of the Year. Uh, Links zo in de beschrijving zijn. als je wilt kijken. Voel je niet verplicht. Uh, maar dan heb ik zaterdag dus weer nieuwe video's. Hierna even donderdag niks en vrijdag dan hooguit een stream. Kijk, het ding is: we krijgen een hele hoop. We hebben nieuwe objectives, we hebben nieuwe SPC's. We krijgen eigenlijk gewoon precies wat je nodig hebt omdat we ook die cups hebben natuurlijk. En vooral omdat ik natuurlijk paar in het team heb. En dan vraag je af, hoe speelt hij nou? Is die Danilo überhaupt goed? Ik dacht, je moet natuurlijk ook. Je hebt die First Owner Cup. En ik dacht, ik ga dat team even testen daarin. Mocht je nou ook van plan zijn om deze cup te spelen. Natuurlijk die Homegrown 11. Dan raad ik je ten zeerste aan om hem te spelen net na 7 uur. Want dan refresht het voor de dag. Je hebt de dag 12 pogingen. En daarvoor moet je er 7 winnen. Speel het iets na 7. Want ik, de eerste twee potten van hier die je hier in deze video ziet, speelde ik nog voor 7, rond 5 uur. En de verbinding was waarschijnlijk top 10 slechtste FIFA-ervaring ooit. Ik won uiteindelijk, maar je moet me vooral niet vragen hoe. Maar vooral over de team. Want ik, ik gebruik natuurlijk twee. Nou ja, niet, heb je waarschijnlijk vaak genoeg gezien. Maar vooral Danilo. Danilo toen ik hem ook vergeleek met Ruiker, dacht ik, oh, dit, dit verbaast me. Dit is een positieve verrassing. En dat is, dat is hij ook in-game. Ik denk het enige beetje kanttekeningje is misschien de lengte en dat zeg ik dan vooral omdat als je tegen wat sterker spelers komt niet per se de langere maar vooral de sterkere. Hij, hij is prima in duels, je nou know, 88, 86 physical sorry en 87 kracht en 82 springen. Dat is op zich voldoende, maar er zullen kaarten zijn waarbij je toch net merkt van oh ja, het is een iets kleinere centerback. Voor de rest oprecht big fan ervan, ik kan hem niet genoeg aanraden. Ik denk top 5 positieve verrassingen voorlopig qua kaarten dit jaar. We komen hier 4-1 voor. Uh, we winnen uiteindelijk. Kijk, dit is reden dat ik nooit tegen Nederlanders wil spelen. Is ik, ik moet altijd extra mijn best doen, want als ik verlies, dan, weet je, dan krijg je altijd die band van, oh, wil je een keer revanche? En ik word van een YouTuber, ja die ja. Terwijl, ik ben dodelijk gemiddeld. Maar de voornaamste verandering die ik maakte van de 5 potten die je hier ziet, is, je moet altijd een beetje zelf hebben in FIFA. Like, er gebeurt heel veel onzin, maar je moet ook een beetje kijken naar wat doe ik allemaal fout. Ik verdedig als ik kip zonder kop. Dat is, de beste, dat is het beste spreekwoord daarvoor. Ik verdedig heel vaak terwijl ik nog aan het rennen ben. Uh, en überhaupt gewoon, ik, ik sprint te veel in game. Dat, dat, dat is niet moeilijk om toe te geven. Maar dat is wel gewoon een feit. Uh, en op zich niks mis mee. Hier ook. Dit is nog, ja, ik hoef daar niet uit te komen met mijn keeper, maar ik doe het toch. En ik merkte dat vanaf die derde pot, vooral dus na die tweede, ook zoiets van. Oké, okay, laten we het even anders proberen. Laat ik gewoon even iets minder mijn klauwen. Op die R2-toets houden. Ik probeerde gewoon wat meer te joggen. Dat doe je met L2 natuurlijk. En dan af en toe wel sprinten waar, waar je echt merkt: van... oké, okay, hier is het nodig. Maar in principe proberen zo min mogelijk. En ja, tegenstanders creëerden gewoon veel minder. En datgene wat ze creëerden. Uh, waren gewoon relatief normale kansen. Hier ook. In schattingsfout van mij. Hij gaat die andere kant op met Mbappé. Scoort de 4-2. Dat, dat is in mijn ogen gewoon een compleet normale goal. Helemaal niks mis mee. Geen FIFA-onzin, geen niks. Gewoon een prima goal. Hier ook. Ik tik hem rond. Krijg hem met 5-2. Krijg we bij best hier. ook. stuur hem Marquisio door. En dit, dit, dit is waar die 80 plus een beetje alles bij elkaar komt. Hij doet verdedigend werk. Hij is snel genoeg om die run naar voren te maken. De balcontrole is goed. De pas. Nou ja, de pas opzij is natuurlijk makkelijk. Daar gaan we niks over zeggen. Maar het is een erg fijne all-rounder. Ik koos hem, omdat ik zei serieel links. En, uh, en die 80 plus en alles. Dat. Hij is kennelijk ook 400k, had ik misschien ook wel mogen weten voordat ik het zei toen. Maar het is voorlopig gewoon een heel fijne kaart. Die, ik hou hem op stay back, dus het scoren gebeurt niet heel veel. Maar you know, ik kan zeggen dat ik fan ben van wat hij is. QL staat bij mij nu als rechtercentimeter in een 4-3-2-1. Uh, en hij, ja, ook die, je ziet het voorbij komen, hij presteert naar behoren. Cap de Villa is nog steeds, ik denk wel top 10 linksbacks in de game. Uh, top 5 zou je misschien ook nog kunnen zeggen. Dan is die wel nummer 5 waarschijnlijk. Ik, wil, ik, ik hoop dus echt gewoon op een Theo. Like, want ik heb een linksbeek op balance en overlap staan. Als ik daar een team of the year kan krijgen. Of een Roberto Carlos. Oh joh, dan, dan wordt het een leuke game. Dan wordt het een heel leuke game. Maar hier ook 3-0 voor afleggen. En soms kun je eerlijk zeggen. Is dat afleggen nodig? Is het onnodig? Sweaty? Sure. Maar in het kader van skill-based matchmaking... Je, je hebt niet de ruimte om vriendelijk te zijn. Je moet gewoon scoren. That's it. Niet meer, niet minder. En wat je ook ziet, want in de eerste twee had ik het te laten zien, we komen niet tegen misselijke teams. Hier, dit is Kijk, de enige waarvan ik hier zeg dat dit doe ik fout, is ik had hem met Trippier gelijk moeten passen. Ik dacht dat ik wel een seconde had. En, en zeg maar, draaien en dan passen. Ik had hem gelijk moeten passen. Dan was die goal voorkomen. Hier ook. Kleine body feint Aan de kant. Best schiet ze weer zo lekker erin. Hij speelt nu net zo goed als toen ik hem in de 4-3-1-2 als rechterspits had. En dat is onder al. Anderhalve maand tot twee maanden geleden, maar big, big fan van de kaart. Hier ook, dit mag je nooit doen, onder geen enkele omstandigheden eigenlijk. Ik kom hier 2-2. En de ruststats zijn belangrijk, want ik heb alle geluk van de wereld als ik er nu zo op terugkijk. Belangrijk, stats bij rust. Tweede helft begint. nou ja, weet je, ik doe wat meer mijn best. Ik doe eigenlijk niks heel anders, maar dingen gingen gewoon wat beter. Hier ook best balrol, niet eens een Trivella. gewoon geschoten met rest en deed het van zichzelf. Krijg een penalty, Janke binnen, 4-2. En dan hier ook Petit Petit is zo'n fijne kaart. Petit, petit, petit is de huismerk VRA. Dat is de beste manier om het te zeggen. Petit is de huismerk VRA. We winnen 5-2. En het team is fucking goed. En dan heb je dus goed kunnen zien dat dat team wel degelijk gewoon... Je kunt er makkelijk gewoon leuke aanvallen mee opzetten. Genoeg mee scoren. We hebben de objective groep ook gelijk afgerond. Ik dacht, als ik dan die paardpot heb gespeeld... Dan doen we dat gelijk mee. Want ik had er twee dus gespeeld voor 7 uur. En kennelijk refreshed om 7 uur. Dus drie winst stelden mee voor deze. Dus ik heb net nog de laatste vier gepakt. Ik heb er acht gespeeld. In totaal voor deze set van 12 die je hebt, ik won er 7, ik verloor er 1. Uh, zeer tevreden daarmee, want met skill-based Matchmaking is dat gewoon een reeks waarvan ik kan zeggen, nou daar heb ik heel erg vrede mee. Dan is dit niet eens het enige setje objectives waar je een packs kan verdienen. Je hebt ook weer de, en dan staat hier de Daily Login Upgrade. Deze hadden we ook bij de vorige promo, geloof ik, bij Winter Wildcard was het. En het is basically de SBC, de Daily Login Upgrade heet die ook. Het is echt makkelijk te vinden. Je moet er elke dag 1 bronzen inleveren. Je hebt er waarschijnlijk weer 12, althans. Er zullen er waarschijnlijk weer 2. Sorry, je mag moet moeder 14 keer completen. Dus er zullen er waarschijnlijk weer 16 komen. Vorige keer was het zo dat er 12 keer was de maximale bonus. En kwamen er 14, dus nu zal het waarschijnlijk 14 keer completen. En dan 16 keer zijn. In totaal dat je er 2 mag missen. Maar dit is super makkelijk. De eerste is een 80 plus keer 5. En als je dan ook verder kijkt, dit is zo makkelijk. Lijkt een 84 plus rare goal, 83 plus dubbel, 80 keer 5, 84 rare goal, 83 plus dubbel, 81 keer 11. 10 x 83 plus, 10 x 83 plus, 5 x 84 plus en de groepse een 85 plus keer 3. Dat voor dagelijks één bronzen speler inleveren. Mag ook zilver zijn hoor, maar het is gewoon een heel lager rated kaart. Dat soort dingen, dat is top. Dan hebben we ook weer een 83 plus keer 10. En kijk, deze is hetzelfde als vorige keer: 84 met een uniform en 385 of hoger. Kan ik deze aan mijn club doen? Nou, dan kijken we naar goals en dan is het antwoord: Ja. Net wel, net niet. Kijk, ik kan Haaland gebruiken, Kostich en Pogba. Dan heb ik mijn 385 plus kaarten. Ik denk dat ik deze één keer doe. Want dan kan ik hem dus doen met dingen uit mijn club. Zonder al te veel gekke dingen in te leveren. Nou, wat betreft die Daily Login Upgrade. Want het is echt wel belangrijk dat je dit doet. Ik had vorige keer me als mensen die zeiden. Oh, ik heb al één gemist of twee gemist. Probeer er niet te veel te missen. Want het is zo makkelijk. En je kunt zulke goede rewards mee meepakken. Dat nou, ik zeg: doe jezelf een plezier en denk eraan. Dus je ziet hem hier staan. De Daily Login Upgrade. ...ververst over 20 uur weer, is er voor 15 dagen... ...dus je zult hem inderdaad 16 keer... ...zal hij voorbij komen en je moet hem 14 keer... ...van de 16 voltooien. En eerlijk, als dat niet redelijk is... ...dan weet ik het dus ook niet meer. Nou, wat we ook hebben, en persoonlijk... ...zeg ik van, dit moet je doen tijdens Team of Tier... ...want die idee: login upgrade kan je dus... ...elke keer meepakken. Team of begint vrijdag... ...nou, heb jij tegen de tijd dat full release komt... ...heb jij genoeg goede packs klaar... ...dan hoef je niet eens gek veel te sparen, maar heb je toch een beetje opgespaard. En ook al heb je veel... ...volle packs opgespaard, zoals ik. En ik heb niet eens veel. Ik heb echt... Ik ken mensen... Discord, Twitter, waar dan ook... Die hebben heel veel packs. Zo'n KK... Zoals die vandaag dus uitkomt... Prime KK is dit. Uh, ik ben persoonlijk... Big fan van de kaart. Ik weet zijn voordelen. Ik heb meerdere gebruikt. Ik ken ook zijn nadelen. 5 ster, 4 ster, hoog, normaal. Redelijk lang voor een speler. En... Kijk, eerlijk... Hij is niet gek duur. Voor wat je gaat betalen... Wat je kunt unlocken... Met al die volle packs dus... En objective packs, wat dan ook... Is het niet gek duur. Als we kijken... 88, 87, 86 met de Inform of Champs kaart, 84 met de Inform of Champs kaart en brons en zilver. Dat is niet gek duur. Nou is het natuurlijk ook tegen, zeker tegen de tijd dat je misschien je folderpacks packs en zo opent. Dit is misschien een kaart die niet meer in ieder steam komt, maar in het kader van je zo misschien folder over hebben is een leuke, handige kaart om te grinden. Het enige nadeel met hem, wat ik soms wel eens heb gehad met zijn kaart, ik heb verschillende versies van hem gehad door de tijd heen, is hij is misschien omdat hij wat langer is, hij is niet hij is niet lomp. Maar hij is ook niet, ik, super, hij is niet Messi smooth, weet je hij is een beetje de middenweg daarvan. Maar hij is prettig snel vind ik altijd. De finishing is heel betrouwbaar en hij heeft gewoon heel goede dribbling stats. Zeker is ook een posure. ga je echt wel wat aan hebben. Traits, niks crazy, like finesse shot. Leuk klinkt leuk, maar in deze games zijn finesse shots zeker van buiten 16 gewoon pure kak. Dus hecht daar niet te veel waarde aan. Maar kijk, dat soort dingen, ben ik alleen maar voorstander van. Zo'n zo'n zo Fiesta First Owner Fiesta hoe dat heet. Makkelijk te doen. Een paar potten en je hebt dat. Dan heb je ook nog natuurlijk die. Uh, wat we net over hadden: die daily login upgrade. Nou, je bent gek als je het niet doet. Weet je wel? Je hoeft, er niet eens, je hoeft er niet eens de games voor op te starten. Dat is het beste. Je hoeft er niet de game voor op te starten. Je opent even voor twee minuten die campaign app. Je opent die SBC. Je dropt er een bronzen in of een zilver. Het is net wat je club nog heeft. En dat is dan dat. Het is echt niet zo heel diep. Dan moeten we even kijken of we nog een leuke pack hebben die we kunnen openen hier. Want nogmaals: 81 plus keer 2. 80 keer 5. We hebben we nog een 81-11? 11 of moeten we het houden bij 80 keer ja, moeten we het houden bij 80 keer 5 voor nu. Dan gaan we die gewoon meepakken. Moeten we zorgen dat we op de goede staan. 80 plus keer 5. Kan niks zitten. Die kan dus ook zeer weten dat dat het geval is. Argentijn centreback Christian Romero. Absoluut overschatte speler, maar goed, dat is wat het is. Kijk, die andere drie zijn niet zo erg. Dat ik die dubbel heb. Want uh, wat, wat, wat wil ik daarmee zeggen? weet het eigenlijk meer, maar ik heb ze gewoon niet nodig. Het zijn geen Borderspaces, dus dan heb ik er eigenlijk wel vrede mee. Nog een 80 plus, keer 5. En dan die andere laten we gewoon even voor wat ze zijn. Geen walkout, geloof ik. Mm, Na Caravagal. Ik bedoel, ze 84. Ik dacht 85, maar dat was natuurlijk FIFA 22. Vrede mee. Wederom, de 81's of, of, of lager zijn de dubbele. En dat is in dat opzicht dus helemaal niet erg. Maar, dat is hem even voor nu. Um, ik zie jullie dus mogelijk weer vrijdag. Uh, ja, jullie zijn echt sick. Like. Ik heb een reden, maar uh, ik ben jullie alsnog heel dankbaar. En ik, uh, ik zie jullie ja, of vrijdag of zaterdag. Het is maar net wat je wil. Jojo.